E. coli is de nummer 1 labbacterie en wordt bij allerlei onderzoek gebruikt. E. coli komt ook bij ons in de darm voor, maar de laboratoriumstam die we hier gebruiken heeft het vermogen verloren om zich in de darm in te nestelen, zodat hij ongevaarlijk is. We weten ontzettend veel van deze bacterie. De complete DNA-code is bekend en daarnaast zijn ontzettend veel technieken ontworpen om een extra stuk DNA toe te voegen aan deze E. coli-cel. Waardoor er eenvoudig een nieuwe eigenschap kan worden toegevoegd. Een van de eerst bruikbare toepassingen was een aangepaste E. coli die in staat was om goedkoop het menselijk hormoon insuline te produceren. Dagelijks maken vele diabetici hier dankbaar gebruik van.